Welkom bij Mooi met Manu. Ik zit te wachten op Marjan. Ja, de Wieboudstraat is nog een eentje weg. Nee, ja, ik zat natuurlijk... En relax hoor, het komt goed. Het is mooi weer. We hebben alles klaarstaan, de koffie is klaar, dus komt goed. En het is mooi weer. Ja, dat is niet meer van deze tijd. En toen heb ik het eigenlijk al lang kort gehad, nog echt, ja, echt tot mijn oren of zo. En dan had ik zoiets voor het voorjaar van, ik wil toch wel eens wat langer. Dus heb ik het met die lockdown laten groeien. Daarna niet zoveel afgeknipt. Ja. Meer een model en in mijn nek voor een stuk lager geknipt. Zo ziet het eruit alsof het kort is, zie je dat? Ja. Ik vind het toch wel leuk dat er wat haar ook hier zit. De anderen die gaan wel met hun tijd mee, maar ja, blijven gewoon toch hun dromen. Als het goed is, blijf je nog je dromen houden en je nieuwsgierigheid. Jouw huid is best gewoon heel mooi. Ik heb een beetje crème erop gedaan. Ik neem daarvoor bruin. Dat is ook omdat de kleur van je ogen dan blauwer lijken. Heb je nu het gevoel dat je iets meer grotere ogen hebt of ja, iets meer uitdrukking? Ik vind het wel, want als ik zo in de spiegel kijk en ik was aan het lachen, dan vond ik het ook dat ze niet meer zo heel in pleetoogjes meer waren. Ja. En wat vind je van de kleur van je huidtoon? Ik heb nu met bronskleur eigenlijk de roesje vervangen. Ik vind het heel natuurlijk. Maar zie je dat je niet je hele gezicht bruin hoeft te maken om er toch gezond uit te zien? Nee, ik vind het heel mooi. Heel natuurlijk en ook heel natuurlijk. Hè? Want ik hou er niet van om zo helemaal echt heel erg opgedirkt te zijn. Ja. Dus ik ben wel heel tevreden.